Yo guys, Gletsch hier met vandaag een nieuwe video en vandaag zijn we terug, Outlast 2. We gaan verder waar we vorige keer zijn gebleven en de vorige keer zijn we hier gebleven. Dit is ook een aankondiging, want vanaf nu gaat er een Outlast 2 marathon erin. Wat betekent het eigenlijk? Het zal gaan spelen elke dag totdat het gedaan is, totdat ik het uitgespeeld. En dan gaat het 31 oktober zijn. Op 31 oktober gaat sowieso de finale online komen. Dat is toch de bedoeling. We gaan verder waar de vorige keer zijn gebleven. De vorige keer zijn we uit de school gebleven. Waar zo aan het hangen aan een traan. Dat is al pretty fucked up. Maar to be honest, ik verwacht wel zoiets. Wat verwacht je zelf achter zo'n aan? Ja, het is heel leuk dat mijn mannen zit zo zit te doen, snap je? Ah. Oh boy. Dat is pretty fucked up. Ja, film maar. Manneke maakt er maar een documentaire over. Die deur gaan we dus zo zwaar niet doen. Ik denk niet dat deze deur iets beter gaat zijn. Ja, dat bedoel ik dus. Ik moet wel naar hier nemen, kan. Godverdomme. Dus, had iemand dat gezien? Er liep een guy. Aan die kant van de gang. Waarom gebruik ik mijn camera zoals? Achter mij! Ah! Oh, what the fuck? Ja, oh nee. Goed. Ah, hallo. Kan je strak één tering dikke jumpscare krijgen? Ah, nu is de deur wel open. Fair enough. Ah, oei, jezus. Oh. Ja, ik zie dat hier al veel te veel hiding spots zijn. Ja, dat bedoel ik. Komt je achter mij? Geen idee. Hij heeft niet de deur opengelaten. Dat vind ik allesbehalve vriendelijk. Volgens mij had hij mijn bek grepen. Heb ik zo het gevoel. Oh. Dat was er nog niet. Deze is tering eng. Deze is tering eng. Oh, jongens, zeg. Ik heb ook het gevoel dat ik rondjes aan het lopen ben trouwens. Als ik iets aat, dan ben ik echt wel fucking dol over. Ah, ik hoor er een lopen. Ik heb totaal geen idee van waar ik kom. Nu ben ik aan het teruglopen, neem ik aan. What the fuck? Wat denk ik? Juist, loop. Oh, loopt er nog. Haha. En dan loop ik achter u aan en loop ik juist. Doei. Maar veel boeken. Mag ik erin? Ja, dat mag. He's coming! Dat is niet waar. Deur dicht. Wat is dat? Kijk, hij voor mijn neus, die mongo. Oh.
Oh, vrijheid. Juist. Oh, running, running en... Maar veel is het. Shit! Ah, komt hij achter mij? Hé, hey, Jessica! Ah, ik heb zo'n kikkerbal. Hé, hey, lelijk kind. Ja, ik zie ook hem. Ik kan niks zien. Hallo. Ik was helemaal niet beschoten en ik weet niet waarom. Holy dieve schijt. Amai. Doe eens. Amai, graphics, damn. Dat ligt wel aan mijn PC natuurlijk. Fair enough, fair enough. Oké. Ja, dan kan ik qua gereed worden doen. Ja, dat klonk goed. Dat klonk heel goed. Uh-oh. Klinkt heel goed. Klinkt nog beter. Klinkt nog fucking beter. Uh-oh. Het is al een batterie. Ah, fuck. Iets sneller, dikzak. Wie zit daar rood te roepen? Ik ben normaal, of hè? Oh. Ah, hallo. Oké. Ah, wauw. Wat doe ik? Hallo. Ja, dood me maar. Het was zeer duidelijk naar waar ik moest. Onder autistische aanvallen, doe. Ah, zo, oké. Nog altijd niet duidelijk. Laten instorten? Ah, jammer. Oké. Iets sneller. Woo! Er is net een achter mij gesprongen. Nee. Ah, ja. Wie is dat? Wow, Jessica, Pieter. Fuck. Hallo. Gaan we doen? Hallo. Ah, wauw. Er was een deur achter mij. Als ik dat nu had geweten, als ik nu wist dat er een deur achter mij was. Oké. Okay. Oké, hij is aan het komen. Wat was dat? Ik heb weer iets opgefuckt. Be careful, little eyes, what you see. Be careful, little eyes, what you see. Nope. Not doing that. Uh-oh. Allee. Oh! Wat moet ik daar tegen doen? Nou, waar moest ik zelfs? Maar ik ben wel echt gekomen dat die man... Dus die ene die zo. Ah. Hoe komt vandaar? Oké. Okay. Ah, nice. Ah, gaat nu open, Sava. Gaat niet open. Niet zo, Sava. Ah, jongen, loopt juist, gast. Yes.
ze hangt er weer, hè. Fucking hangjongeren. Jesus Christ. Er stond een deur open en ik heb eigenlijk geen idee dat ik naar daar moest. Ik denk het wel. Ja, precies wel. Ja, ik word teruggestuurd. You're not evil, Blake. Just confused. Ah, je moet een stick op de pack, zigzag. You don't have to hide. Let me help you. Oh, hello. Ah. Kan ik daaruit eraan springen? Jammer. Daar ging er wel uit, dan. Kijk, hier gaan we weer vastzitten in een schoolscène. Joepie, jee, jee. Ah, kan ik hier? Nee, zie. I will never let you go. Lijkt me logisch. Kan ik er dan zo door? Ah ja, en nu wel. Heel typisch. Die zei weer. Maar hoezo regent het bloed? Er gaan nog wat struiken achter mij aan zitten of zo. Dat is eens wat er fucking gebeurt. Boom. Soms is het spel echt een grap. Oké, poging 2. Fucking poging 2. Oké, deze keer gaat het toe lukken. Ik voel het. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Die had mij erop katapulteren. Of toch niet? Ah ja, ik mag terug naar binnen, of wat? Hoe vaak ga ik nog naar beneden flikkeren? Are you kidding me? Wel, Wouter, nog wel geteld 2 keer. Door levels met zo'n 1000 boekenkasten die eigenlijk fucking moeilijk zou moeten zijn, dan raak je gemakkelijk door. Maar dit, nee. Ik doe dit er serieus niet om. Maar... Huh? Ik zweer het, niet meer grappig. Ik heb het gevoel dat het nu gaat lukken. Maar wacht, maar... Ja, dat moet je doen. Ah. Hé. Ik ben er. Ja, deze vertrouw ik zo niet. Maar hoe moet ik hier dan uit? Ah. Oh, wat er hier. Oh, fuck this. Fucking fuck this. Tering, zooi. Wat is daar dan? Dat is echt heel vies van het spel. Dat is zo mooi outside, maar nee. Wij gaan naar beneden moeten flikkeren. Met heel veel struiken. En ik zie hier een scheid. Allemaal struiken die klaarkomen op mij. Alleen struiken kunnen ook struikeren. Dus. Je hoort echt zo heel te klaarkomen. Kijk, schoolscène. Opsluiten die handel. Is hier nog iets te zien? Het regent wel nog altijd bloed. Elevaten naar de mines. Neem ik aan. Ja, dat gaat redelijk diep. Neem aan dat hier is gesaved. Dus ik ga de aflevering voor hier afsluiten. Dus vond deze video leuk? Van Outlast 2, er was een blauw ruimpje omhoog. Abonneer de volgende keer en de volgende keer meer Outlast 2. En dat is gewoon morgen. En ik zeg ciao.